De staatshoofden hebben het ook gehad over een mogelijke samenwerking tussen Guyana en Suriname op het gebied van de olie en voornamelijk de gasindustrie. De beoogde brug over de Corantijnrivier zal een belangrijke rol hierin vervullen. Deskundigen moeten daarom met alle betrokkenen de constructie van de brug in heroverweging nemen. De regeringsleiders hebben de opdracht gegeven dat er binnen 4 weken duidelijkheid moet zijn in zaken, zodat Suriname en Guyana een besluit kunnen nemen. De ontwikkeling die op gang komt in West-Suriname op basis van de gezamenlijke gasproductie tussen Suriname en Guyana en met die gas goedkope energie ontwikkelen, dat zou je nog even moeten nagaan of die brug die daar komt ook de juiste hoogte heeft. Voor wat betreft de doorvaart van schepen die nu gaan komen in verband met de bauxietindustrie. Dus we hebben in ieder geval gevraagd, laat die deskundigen met alle partijen die interesse hebben getoond, met de maritieme autoriteiten van beide landen, weer naar het plek gaan, een paar simulaties houden, wat voor soort schepen men nodig heeft, om goed vast te stellen wat die doorvaart zal moeten zijn. President Santokki en president Ali hebben besloten om tenminste 2 keer per jaar op het hoogste niveau bijeen te komen. De volgende ontmoeting moet rond maart-april 2022 plaatsvinden.